Goedenavond allemaal en welkom bij het KNW-webinar Intimidatie van wetenschappers, wie beschermt academische vrijheid? Mijn naam is José van Dijk, ik ben hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht en het is mijn voorrecht om vanavond dit webinar te mogen leiden. Voordat we beginnen heb ik even eerst drie huishoudelijke mededelingen. De eerste is dat dit webinar via Zoom wordt aangeboden. Degenen die via Zoom hebben ingelogd, die kunnen ook vragen stellen. Het wordt wel naar YouTube gestreamd. U kunt het dus ook via YouTube volgen. En het zal daarom ook later terug te zien zijn. Deelnemers die vragen willen stellen aan de sprekers van vanavond, die kunnen dat doen via Zoom, maar niet via YouTube. Gebruik alsjeblieft de Q&A-functie, zodat u direct vragen kunt stellen aan de sprekers. En geef dan alsjeblieft ook aan welke spreker, voor welke spreker uw vraag bestemd is. Dat waren even de huishoudelijke mededelingen waarmee ik wilde openen. Maar nu gaan we verder met de inhoud voor vanavond. En ik ben heel blij dat we vanavond met zoveel mensen hier zijn, want we hebben een dringend probleem te bespreken. Want de druk op wetenschappers is bijvoorbeeld door het gebruik van sociale media heel hoog aan het oplopen. En dat kan als bijvoorbeeld de resultaten van onderzoek mensen niet bevallen, hebben ze steeds sneller de neiging om dat ook kenbaar te maken. We gaan vanavond praten over met vier belangrijke en interessante sprekers over die dynamiek die er zit tussen bijvoorbeeld online en offline intimidatie. Wat is hierin de taak van de instellingen en wat is die taak van wetenschappers ook onderling om met dit probleem om te gaan? Wat kan de wetenschap leren van de journalistiek? En we gaan met name daarnaar kijken omdat er al wat meer stappen zijn genomen om de veiligheid van professionals, in dat geval journalisten, te beschermen. Die vragen komen allemaal aan de orde in dit seminar. Het is ook wat breder dan alleen maar de vrijheid van wetenschap die hier ter discussie staat. En we hopen dan ook dat we door die vergelijking ietsje verder komen in dit debat. Ik ga zo meteen de vier panelists aan u voorstellen, of eigenlijk drie panelists en nog een inleider. Maar eerst wil ik het woord geven aan professor Ineke Sluiter. Zij is president van de KNW en hoogleraar Griekse taal en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. En zij heeft zich op verschillende manieren heel erg nadrukkelijk uitgesproken over intimidatie van wetenschappers. Onder andere in haar recente DS-reden voor de Universiteit Leiden. Er is ook een statement uitgekomen van de VSNU en de KNW. Daar was een Nieuwsuur-uitzending over. Ik weet niet of u die gezien hebt. Maar zij heeft op allerlei manieren zich heel hard gemaakt voor het bespreekbaar maken van dit onderwerp. En vooral het zich inzetten voor de veiligheid van academici. Ik geef haar graag eerst het woord. Ja, hartelijk dank, José. We zijn heel blij dat een oud-president van de Academie dit webinar voorzit. Dames en heren, hartelijk welkom. Fijn dat u kijkt naar dit webinar dat over een onderwerp gaat waar de KNW buitengewoon veel belang aan hecht. Het is in een open kennissamenleving absoluut noodzakelijk dat academici in veiligheid en in vrijheid hun werk kunnen doen. En daar hoort bij dat ze deelnemen aan het maatschappelijk debat. Het is zelfs een van de strategische prioriteiten van de KNAW dat wij met wetenschappelijke kennis en expertise het maatschappelijk debat voeden en verrijken. Nou is het zo dat in principe in Nederland veel waardering bestaat voor wetenschappers en dat er ook vertrouwen is in wetenschappers. De meeste Nederlanders hebben vertrouwen in de wetenschap en in wetenschappers. Dus er is geen reden om alarmistisch te zijn, maar er is alle reden om waakzaam te zijn. Want we weten allemaal dat het klimaat op de sociale media buitengewoon ruw kan zijn. En we zien de laatste tijd dat daar ook een soort spillover plaats kan vinden naar de fysieke wereld. Wanneer wetenschappers geconfronteerd worden met een sticker op hun voordeur, gewoon van hun privéadres, of andere vormen waar die intimidatie en die bedreiging opeens heel erg dichtbij komt. Het risico daarvan is dat dat leidt tot een zogenaamd chilling effect. Dat betekent dat wetenschappers zichzelf censureren door zich meer in acht te nemen en zich wat terug te trekken uit dat openbare debat. Het is dus eigenlijk heel erg, maar ik moet de wetenschappelijke deelnemers aan het debat van vanavond, aan dit webinar,
danken en complimenteren met hun moed. En eigenlijk vind ik het heel erg dat ik zo'n opmerking moet maken. Dat zou niet nodig moeten zijn. Ik wil ook nog op een andere vorm van intimidatie en bedreiging wijzen. En dat is het geval wanneer er een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de instrumenten die de wetenschap zelf heeft ingericht om ons onderzoek zuiver en integer te houden. En je ziet dat optreden wanneer er klachten worden ingediend die lijken te gaan over integriteit of ongewenst gedrag, terwijl ze eigenlijk in die categorie helemaal niet thuishoren. Het gaat dan om iets anders, misschien een gevoel van afwijzing bij degene die de klacht indienen. In elk geval afwijzing van hun standpunten, oneenigheid over de methode. Als op die basis het klachteninstrumentarium wordt misbruikt, dan is ook dat een vorm van intimidatie, want het is heel bedreigend voor een wetenschapper. Tot nu toe heeft de KNAW verschillende typen oproepen gedaan om te proberen iets te doen aan die situatie van intimidatie en bedreiging. En die oproep gaat in eerste instantie aan de collega-wetenschappers om de rijen te sluiten, onafhankelijk van de standpunten die een wetenschapper verdedigd heeft, moeten wij als collega's aangeven dat intimidatie en bedreiging onacceptabel is. Dat is één. Aan de universitaire bestuurders hebben we gevraagd, steun je mensen en zorg dat je weet wat je kunt doen. En als je dat niet weet, zorg dan dat je erachter komt. Er is eigenlijk ook een oproep aan de burgers nodig, aan ons allemaal als Nederlanders. En dat is, als je dit ziet, en het gaat daarbij om fundamentele bedreiging van onze kennissamenleving, laat dan van je horen. Het is misschien een goed idee als we een prijsvraag uitschrijven voor de beste hashtag om in te zetten wanneer je dit soort gedrag op de sociale media ziet. En dan is er de politiek. Ik zeg daar op dit moment alleen maar tegen. Wees verstandig. Zeg vooral hoeveel belang je hecht aan academische vrijheid. Maar in principe onthoud je van maatregelen. We horen daar ongetwijfeld nog meer over. Ik wens u allemaal een goed en inspirerend webinar. En ik geef het woord graag terug aan onze voorzitter, José van Dijk. Dank u wel. Dank je wel voor deze mooie en gedreven inleiding, Ineke. Ik weet hoe fantastisch je al hebt ingezet de afgelopen maanden, jaar eigenlijk, om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. We gaan nu eerst als eerste, we hebben straks drie panelisten, maar ik zei al, de eerste gast is heeft een aparte status, Peter-Paul Verbeek. Peter-Paul is universiteitshoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente. En hij is ook co-directeur van het Design Lab aan die universiteit. Maar vooral, en dat onderstreept zijn speciale status vanavond, hij is natuurlijk mede-panelist, maar hij gaat als eerste nu optreden als voorzitter van de KNAW-commissie voor de vrijheid van wetenschapsbeoefening. Hij heeft namelijk meegeschreven aan het rapport Academische Vrijheid in Nederland, een begripsanalyse en richtsnoer. Het is enkele maanden geleden verschenen. Ik zou u vooral aanmoedigen om dat rapport ook even op te zoeken op de KNAW-website. En ik geef graag Peter-Paul eerst het woord om vanuit dat advies ons even in de goede richting te duwen voor deze discussie. Dankjewel, Ineke. Fijn. Heel fijn om hier te mogen spreken en inderdaad om een aftrap te geven misschien met een soort analyse. Voordat we de praktijk induiken, wou ik jullie graag meenemen door een aantal hoofdlijnen van het advies dat we hebben uitgebracht vorig jaar rondom academische vrijheid. En dat advies gaat uit eigenlijk van een hele basale kerndefinitie van wat academische vrijheid is. Namelijk simpelweg het beginsel dat medewerkers aan wetenschappelijke instellingen in alle vrijheid hun wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen doen, naar buiten kunnen brengen wat eruit komt, dus ook mee kunnen doen aan het maatschappelijk debat en ook onderwijs kunnen geven. En dat staat eigenlijk voor ons in de context van een wat nadere analyse van wat vrijheid eigenlijk is. En we sluiten voor een deel aan bij de gedachte dat vrijheid altijd kan worden uitgelegd als positieve en negatieve vrijheid. Positieve vrijheid betekent vrijheid tot iets en negatieve vrijheid betekent vrijheid van iets. En het is eigenlijk ons lot als wetenschappers dat allebei die vormen van vrijheid tegelijkertijd een rol moeten spelen. We hebben onafhankelijkheid nodig, de vrijheid van externe invloeden om goed wetenschapper te kunnen zijn. Tegelijkertijd doen we en willen we ook onze wetenschap doen direct midden in de maatschappelijke context. Dat betekent dat we zowel betrokken zijn,
vrijheid tot, als onafhankelijk, vrijheid van. Dat we neutraal zijn, vrijheid van, maar ook impactvol, vrijheid tot. En waardevrij, vrijheid van, en waardevol, vrijheid tot. Die twee aspecten van wetenschappelijke vrijheid, academische vrijheid, spelen onvermijdelijk een rol. En in die context speelt ook de discussie over intimidatie van wetenschappers, want die komt juist voort uit het spanningsveld tussen die twee. Dus de uitdaging is, denk ik, en denken wij als commissie, om een goede balans te vinden, een goede manier te vinden om te gaan met die dualiteit. De kern van het advies wat we hebben geschreven is eigenlijk dat verantwoordelijkheid nauw verweven is met vrijheid. Je zou kunnen zeggen, er is altijd een verantwoordelijkheid voor en ook door academische vrijheid. Academische vrijheid maakt je verantwoordelijk om er goed mee om te gaan. Maar er zijn ook een heleboel mensen en partijen verantwoordelijk voor het waarborgen van die academische vrijheid. We identificeren eigenlijk vier actoren die die taak primair hebben. De overheid, de wetenschappelijke instellingen, de samenleving en de wetenschappers zelf. Waarbij voor de overheid en de instellingen primair de taak is om die academische vrijheid te kunnen respecteren. Er alle ruimte voor te bieden dus, te beschermen. Ook actief ervoor te zorgen dat die kan floreren en ook mogelijk te maken. De middelen te geven waardoor wetenschappers in vrijheid hun werk kunnen doen. Dat betekent voor de overheid dat je je geldstromen zo inricht dat die vrijheid kan worden overeind gehouden. Dat betekent voor instellingen dat je er ook pal voor staat dat wetenschappers in vrijheid hun werk kunnen doen aan jouw instelling. Voor de samenleving ligt het al wat ingewikkelder. Aan de ene kant betekent het dat de samenleving die vrijheid moet kunnen respecteren als opdrachtgever van wetenschappelijk onderzoek. Dat wetenschap op bestelling niet betekent dat de uitkomst van het onderzoek ook kan worden besteld, zeg maar. Betekent ook dat in toenemende mate wetenschappers zelf, of mensen uit de samenleving zelf, wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Citizen science komt sterk op. Wat ook vragen oproept over de academische vrijheid van burgers en de toegang die zij moeten hebben tot de wetenschap. En voor wetenschappers betekent het eigenlijk dat die academische vrijheid altijd samengaat met verantwoordelijkheid. Intern binnen de wetenschap, integriteit zou je kunnen zeggen, maar natuurlijk ook extern, je verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Nou, als we dat dan naar intimidatie vertalen, zou je kunnen zeggen dat er voor die vier partijen een aantal specifieke verantwoordelijkheden opdoemen. Voor de overheid betekent het primair, denk ik, institutionele autonomie realiseren. En dat betekent dus ook autonomie van die instellingen als een veilige plek waar wetenschappers hun onderzoek kunnen doen. Dat betekent ook dat de grondrechten van wetenschappers moeten worden geborgd op het niveau van de overheid. Academische vrijheid, maar dan weliswaar natuurlijk binnen de rol die de wetenschappers hebben. Het is niet zo dat een wetenschappelijke aanstelling een basis is om alles maar te roepen wat je wil. Maar het betekent wel dat je binnen je expertise als wetenschapper in het maatschappelijk debat alle vrijheid moet kunnen hebben. En dat die vrijheid ook moet worden kunnen geborgd door de overheid. Voor de instellingen betekent het ook pal gaan staan voor de mensen aan die instellingen. Ook al ben je het misschien niet per se eens. Een bescherming tegen de druk vanuit de maatschappij. En ook een zorgplicht voor die onafhankelijkheid van de wetenschappers horen bij de verantwoordelijkheden van instellingen. Daar zullen we straks denk ik ook nog wat meer over gaan horen. De samenleving dient ook als het ware steeds meer openheid te hebben voor de diversiteit in wetenschap en daarmee te leren omgaan. En dat betekent ook een soort respect voor de eigen aard van de wetenschap. Een betrokkenheid op die wetenschap waar de maatschappij ook zoveel van kan plukken. Van de vruchten van het wetenschappelijk onderzoek. Voor wetenschappers betekent het eigenlijk dat ze betrouwbaar moeten willen zijn. Dat ze op een verantwoordelijke manier willen omgaan met hun vrijheid, op een integere manier. Dat ze ook de maatschappij moeten toerusten om kritisch om te gaan met wetenschap, om open te staan voor het verschil. Dat we ook als het ware de maatschappij moeten helpen om te snappen dat de wetenschap niet altijd maar zomaar staat voor de waarheid, maar dat er ook binnen de wetenschap debat is, dat er scholen zijn en dat je mensen juist die kritische blik overdraagt. Misschien het allerbelangrijkste is dat wetenschappers ook onderling de solidariteit vasthouden. Dat ze pal voor elkaar gaan staan. Dat we pal gaan staan voor de ruimte die we nodig hebben om wetenschappelijk onderzoek te doen. Een van mijn favoriete denkers heeft een quote, wat een beetje een afgezaagde quote is intussen. Kierkegaard, die riep in een van zijn boeken, hoe onredelijk de mensen toch zijn, in plaats van de vrijheden te gebruiken die ze hebben, eisen ze vrijheden die ze niet hebben. Ze hebben vrijheid van denken, maar ze eisen vrijheid van meningsuiting. Nou, dat is misschien een beetje een afgekloven citaat, maar ik denk dat het wel de spijker op de kop slaat in deze discussie. Het gaat om die vrijheid van denken. En ook om de maatschappij te helpen om te denken en de wetenschappers de ruimte te geven om te denken. Dus dat betekent, we moeten wetenschappers enorm beschermen tegen intimidatie. Dat moeten de overheden doen, dat moeten de instellingen doen. Maar we moeten de maatschappij ook toerusten. De maatschappij moet zo vertrouwd raken met wetenschappelijk denken, toegang hebben tot onderzoek, dat ze ook kunnen inschatten waar de wetenschappelijke inbreng van wetenschappers op gebaseerd is. Burgers moeten
dus betrokken worden bij de wetenschap. En wetenschappers moeten ook openstaan voor debat met de samenleving en niet zich te veel terugtrekken als het ware in hun eigen domein. Juist die communicatie is essentieel. En misschien het allerbelangrijkste, solidariteit onderling is een absolute voorwaarde om die vrijheid van denken van de maatschappij, maar ook van de wetenschappers, overeind te houden. Dankjewel. Dankjewel, Peter Paul. Ik wil even misbruik maken van mijn positie als voorzitter om je toch nog even één kleine vraag te stellen. Je legt heel nadrukkelijk ook de link met de verantwoordelijkheid van wetenschappers zelf. Ik moet even denken aan een wetenschapper die de laatste tijd nadrukkelijk heel sterk te maken heeft gehad met het probleem van intimidatie. Dat is Jaap van Dissel. In hoeverre denk je dat, die had denk ik met al die rollen die je zo even zo mooi hebt opgezond, kreeg hij te maken. Ja. Op welk moment zie je daar ook een taak voor wetenschappers zelf om zich in dit debat te mengen? Zeker in het geval van Jaap van Dissel was dat ook een heel nadrukkelijke stellingname, leek het wel, voor wetenschappers om zich zo nadrukkelijk rondom heen te scharen om te zeggen, hier kom je niet aan, dan kom je aan de wetenschap aan zich. Ja, nou ja, ik denk dat hij in die zin echt een rolmodel is. Ik bedoel, hij heeft altijd alles uitgelegd. En er is nooit iets onbesproken gebleven. Hij ging niet in de Ivoren Toren zijn waarheid over de maatschappij uitstorten. Hij stond open voor elke vraag. Hij kon altijd alles uitleggen. Kwam terug op standpunten omdat hij nieuwe inzichten had. Het tragische is natuurlijk dat de maatschappij dat al soms uitlegt. Van, zie je wel, hij zegt maar wat. En nu denkt hij dit en toen dacht hij dat. Maar ik denk dat juist die eindeloze energie die stopte in het uitleggen van hoe de wetenschap werkt, echt een rolmodel kan zijn. En dat we daarvan kunnen leren. Dat is precies die verantwoordelijkheid voor de maatschappij toerusten om te snappen hoe wetenschap werkt, waar ik het over had. Ja, heel duidelijk. Dankjewel. We gaan zo meteen verder met deze discussie. Maar we gaan eerst nog wat andere sprekers van vandaag horen. We gaan naar Sarah Polak. Sarah is universitair docent Amerikanistiek aan de Universiteit Leiden. En ze heeft onlangs een prachtig boek, een bundel uitgebracht. En die heet Violence and Trolling on Social Media, History, Effect and Effects of Online Vitriol. Die is in vorig jaar uitgekomen, als ik het goed heb. En ze heeft dat samen. En ze heeft ook samen met 5 andere Leidse wetenschappers recentelijk een MBO-beurs ontvangen voor het project Playing Politics, Media Platforms Making Worlds. En die gaat over de relatie tussen nieuwe media, politiek en spel. En we gaan met name Sarah Polak's perspectief interessant, omdat ze ingaat op wat is de rol van sociale media in dit probleem van online, in dit geval intimidatie, welke effecten heeft het en vooral wat kan er tegen gedaan worden. Sarah, aan jou het woord. Hartelijk dank, José. Even kijken, nu moet ik mijn scherm delen. Afgelopen vrijdag. Afgelopen vrijdag twitterde Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, de volgende prikkelende retorische vraag. Laten we het knetteren in het debat bij botsende meningen in Leiden of moeten we het hebben van klachten en onderzoekjes? Laat ik als eerste het meest voor de hand liggende zeggen. Dit is nou typisch een tweet. Een korte, uitdagende boodschap verpakt als vraag, maar in feite vooral een knuppel in het hoenderhok. Uiteraard geeft Breuker de voorkeur aan een knetterend debat en wordt de lezer geacht te denken, ja, inderdaad, dat is nou die liberale spirit die de Universiteit Leiden zo bijzonder maakt. Het is bovendien een subtweet. Een tweet die verwijst naar zaken die eerder langskwamen op Twitter, zonder dat expliciet te zeggen. Een tweet gericht in feite op lezers die in the know zijn over iets anders. Het gaat mij hier niet om Breuker of om de kwesties waar hij mogelijk naar verwijst, maar over een algemenere blinde vlek die er volgens mij bestaat bij bestuurders van universiteiten als het aankomt op sociale media en intimidatie van wetenschappers. Zoals veel tweets maakt deze gebruik van een retorisch frame. Een frame zoals George Lakoff het in 2004 definieerde, is een verzameling van woorden en beelden waarvan een deel expliciet gemaakt wordt en een ander deel zogezegd onder de oppervlakte blijft. Het klassieke voorbeeld is pro-life. Een zeer effectieve vondst van de Amerikaanse anti-abortusbeweging. Iedereen die abortus niet afwijst, is dan zeker, is het onder de oppervlakte aanname, anti-life of pro-death. Dan terug naar het frame van Breuker. Laten we het knetteren in het academisch debat of moeten we het hebben van klachten en onderzoekjes?
Dat is het zichtbare deel, maar van welke ijsberg is dit nu precies het topje? Ten eerste het idee dat knetterend debat enerzijds en klachten en onderzoekjes anderzijds tegenover elkaar staan. Dat er sprake is van een binaire keuze. Het is het een of het ander. Ten tweede suggereert het of-of frame dat er een duidelijke hiërarchie is tussen die twee. Een echte wetenschapper laat het knetteren en verlaagt zich niet tot klachten en onderzoekjes. En ten derde is er dan nog een overkoepelende aanname van een universitaire publieke sfeer waarin dat knetterende debat op een voor iedereen veilige, zij het misschien niet altijd prettige manier kan plaatsvinden. Het onderliggende geloof bij deze aannames dat vrij debat alles oplost in een marketplace of ideas die zichzelf wel reguleert, is wijdverbreid. Maar geen van de drie impliciete aannames die ik net noemde klopt. Laat ik met de derde beginnen. Als er al een plek is waar het academisch debat met open vizier gevoerd kan worden, dan is dat zeker niet op Twitter. Waar wel de situaties ontstonden waar Breuker in zijn subtweet naar verwijst. Twitter is als het ware een enorm schoolplein waar veel pestkoppen rondlopen en waar vrijwel geen toezicht is en geen regels gelden. Zoals we recent gezien hebben, zijn er allerlei clubs actief die het juist moeten hebben. Zijn allerlei clubs actief die uit zijn op het intimideren van wetenschappers, journalisten, politici en andere beroepsgroepen die het juist moeten hebben van inhoudelijk debat. Wat er gebeurt op sociale media staat niet los van de werkelijkheid waarin wij met onze lichamen gevaar kunnen lopen. Dat zien we duidelijk aan de aanvallen door anonieme collectieven zoals Vizier op Links, die bijvoorbeeld collega's Nadia Bouras en Sarah de Lange en hun gezinnen bedreigen. En als in een inhoudelijk debat één van de kanten bedreigd wordt of daarvoor moet vrezen, dan is dat debat eigenlijk al niet meer mogelijk. Bovendien hebben we ook zonder Twitter in de academie te maken met een vaak onuitgesproken, maar toch tamelijk hiërarchisch systeem. Een tweet van een recent gepromoveerde collega van mij werd een tijd geleden alweer geciteerd door Karel Stolker, de toenmalige rector van onze universiteit. En sindsdien wordt deze collega door Vizier op Links en door allerlei andere sujetten op Twitter en ver daarbuiten door het slijk getrokken. Onder andere in artikelen op online platforms. Juist als je net gepromoveerd bent, moet je vrijwel altijd de arbeidsmarkt op en weet je dat je door potentiële werkgevers gegoogeld wordt. En het helpt dan niet dat de rotzooi door verschillende universiteitsbestuurders wordt verspreid, zoals in dit geval gebeurde. Stolker had achteraf spijt van zijn tweet en deze collega past voortaan wel op Twitter, maar de intimidatie en de reputatieschade zijn een feit. Twitter is een commercieel bedrijf en is zeer matig geïnteresseerd in het reguleren van uitingen op het platform. Zoals Marleen Sticker, professor of practice aan de HVA, zei over sociale media en big tech in bredere zin, hadden we er maar regels voor gemaakt. Als een deel van het wetenschappelijk debat zich daar afspeelt, dan is het dus aan onszelf als gemeenschap om in elk geval dat stukje van het schoolplein geschikt te maken voor debat. En voor zover mogelijk vrij te houden van intimidatie. Het is daarbij geen of-of keuze tussen debat of klachten en onderzoekjes. Als het debat zich op sociale media platforms afspeelt, dan is de enige veiligheid en gelijkheid die we hebben, allebei noodzakelijke voorwaarden voor academische vrijheid, de veiligheid en de gelijkheid die we zelf maken en beschermen. En daar hoort de mogelijkheid om je beklacht te doen bij een instantie die je serieus neemt en dus je klacht onderzoekt, intrinsiek bij. Op een schoolplein beroept de leerkracht zich natuurlijk ook niet op het recht van de sterkste, terwijl ze al het pestgedrag laat passeren. Het is logisch en goed dat universiteiten hun bestuurders terughoudend zijn bij het handhaven naar aanleiding van uitingen op sociale media. Er mag veel gezegd worden en het mag ook knetteren. En ook bestuurders zijn mensen die op persoonlijke dingen, op persoonlijke titelzaken willen en mogen zeggen. Maar ik denk wel dat zij juist degene zijn die veiligheid en onveiligheid in het academisch debat in sterke mate kunnen co-creëren. In fysieke ruimtes van de universiteit en op alle online platforms die we de afgelopen anderhalf jaar allemaal zo intensief zijn gaan gebruiken. In het voorbeeld dat ik net noemde werd mijn collega zonder vaste aanstelling juist aangevallen omdat de rector een tweet van haar citeerde. Daar had Karel Stolker zelf ook beter kunnen uitkijken. Net als VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg, toch iemand die zich veel zorgen maakte over zelfcensuur onder wetenschappers, die later een lasterlijk artikel over dezelfde collega deelde op Twitter. Dat vervolgens weer grif geretweet werd, ook door veel andere universiteitsbestuurders. Kortom, iets dat knetterend begint kan gruwelijk eindigen.
En de kwetsbaarste leden van de gemeenschap lopen daarbij het meeste risico. En als je niet oplet, dan doe je er per ongeluk aan mee. Een extra complicatie is dat juist klachten zelf ook een vorm van intimidatie kunnen zijn. Een klassieke intimidatietechniek is bijvoorbeeld snitchtaggen. Dat is iemand, ik laat even een voorbeeld zien. Het is iemand bij zijn of haar werkgever aangeven bij wijze van impliciet dreigement. Hand en broeken, op dat moment VVD-kamerlid, tweeten eens aan Nadia Bouras. Bent u werkelijk universitair docent? Aan mijn oude alma mater, ik heb nog banden met de Unie Leiden. En dus alle reden om ook functioneel zorgen te maken over niveau. Bouras, die ook geen vast contract had en overigens een zeer terechte vraag gesteld had aan ten broeke, schrok zich te pletter. Overigens nam Stolker het toen publiekelijk voor haar op. Dus wat is nu de conclusie? Ten eerste, ook op sociale media... ook op sociale media ligt een rol voor bestuurders om te normeren en waar nodig te handhaven. Bestuurders, in elk geval decanen en daarboven, maar eigenlijk geldt het ook voor hoogleraren, jullie zijn daarin de aangewezen voortrekkers. Heel goed als je op sociale media zit. Het verkeer daar is vluchtig, maar het gaat echt over zaken die ertoe doen. En het is een hele goede manier om te volgen wat er speelt binnen en buiten de universitaire gemeenschap. Maar wees je ervan bewust dat je collega's in precairere posities gemakkelijk per ongeluk in gevaar kunt brengen en dat je hen ook kunt beschermen. Dat is deel van een veel grotere taak, het beschermen van de veiligheid en gelijkheid die nodig zijn om academische vrijheid en een knetterend academisch debat mogelijk te maken. Ik geef 5 praktische handvatten. Ten eerste, vraag je af voordat je iets tweet, zou ik deze tekst ook op een poster laten drukken en die in universiteitsgebouwen ophangen? En ten tweede, lees eerst goed wat je deelt op Twitter. Sta erbij stil dat jonge wetenschappers zonder vaste baan veel kwetsbaarder zijn voor intimidatie. Zorg dat de institutionele routes in ieder geval in het geval van intimidatie helder zijn, goed gecommuniceerd worden en worden geherevalueerd om te kijken of ze nog toereikend zijn voor casus op sociale media. En ten vijfde, steun mensen die onder vuur komen te liggen persoonlijk. Spreek je uit en laat je solidariteit blijken. Dat hoeft overigens niet per se op Twitter. Ik heb tot slot persoonlijk erg getwijfeld of ik wel op de uitnodiging van de KNAW in moest gaan. Dit verhaal wordt opgenomen, komt op YouTube, kan mij gemakkelijk tot in lengte van dagen achtervolgen. En de reacties op Twitter, op de Twitter-aankondiging van dit evenement waren niet bedreigend, maar in sommige gevallen wel uitgesproken vijandig. Ik had me veiliger gevoeld in die prachtige zaal in het Trippenhuis. Wellicht zonder opname en met meer contact met u als toehoorders. Ik doe het toch omdat ik zelf in de bevoorrechte positie ben, dat ik me relatief veilig voel. Ik heb een vaste aanstelling, voel mij in de basis gezien en gewaardeerd door mijn instituut, Lucas, en ik weet me verzekerd van de steun en solidariteit van veel collega's. Dat geeft me de ruimte om me kritisch uit te spreken. Ik ben daar dankbaar voor en ik daag iedereen met een bestuurlijke rol of functie in de academie uit om uw medewerkers zoveel mogelijk diezelfde veiligheid te bieden. Dat was het. Dank u wel. Ik zal nog even de laatste slide met aanbevelingen laten zien. En dan geef ik het woord weer terug aan José van Dijk. Ja, dank je wel, Sarah. Heel erg veel dank voor je verhaal en voor je moed. Ineke zei het ook al aan het begin, voor de moed om hieraan deel te nemen, om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ik heb 1 korte vraag aan jou, die me ook al tijdje heeft gepuzzeld. Ja, je weet, ik doe ook onderzoek naar sociale media, weet ook veel van de affordances, hè, de features op sociale media die allerlei dingen wel, maar vooral ook niet mogelijk maken. Is het eigenlijk wel mogelijk om via sociale media, en ik denk met name aan Twitter, überhaupt wel een goed wetenschappelijk debat te voeren? En mijn tweede vraag is daarom, is het wel zo verstandig dat ook veel institutionele omgevingen er zo op aandringen dat je dat doet via Twitter? Dus eigenlijk een simpele vraag. Is het medium wel zo geschikt voor ons om eigenlijk van dat schoolplein iets minder een schoolplein te maken? Of om ons ook juist niet buiten dat schoolplein te manifesteren? Ja, een hele goede vraag. Ik denk zelf dat ik ook als wetenschapper veel profijt heb vaak van Twitter. Het is vaak een hele goede manier om ook juist
mensen te leren kennen. Bijvoorbeeld als je naar een conferentie gaat, dan is het altijd een beetje eng en je kent mensen niet. En als je dan eerst op Twitter contact met ze maakt, dan kan dat juist ook het vervolgens, als je elkaar dan ziet, het contact veel makkelijker maken. Dus ik denk zeker dat het ook, dat er ook mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een platform als Twitter of Facebook of de andere ook te gebruiken. Ik denk ook dat het heel goed te gebruiken is om daar wel ook over te communiceren, om zelf zichtbaarder te zijn. Maar het is zeker waar dat de affordances van het platform heel snel leiden naar polarisatie. Daar is het eigenlijk voor gemaakt. En je moet het dus een beetje against the grain gebruiken als je het überhaupt gebruikt. Ja, we gaan daar ongetwijfeld straks nog wat meer over discussiëren. Want ik denk dat sociale media met name ook de mate van intimidatie aanzienlijk hebben verhoogd in de afgelopen jaren. Voordat we dat doen, gaan we eerst naar onze volgende spreker. Maar ik wil ook nog even aan alle toehoorders zeggen, alsjeblieft, voel u vrij om vragen in de Q&A te zetten. Want die vragen, zoals eerder vermeld, gaan wij doorspelen aan de sprekers. Vermeld dus ook vooral daarbij wie aan wie u de vraag wilt stellen. En dan zorgen wij dat het bij de sprekers terecht komt. Dan gaan we door naar de volgende spreker. Die komt niet uit de wetenschap, maar gaat ons meenemen naar de journalistiek. Marcel Geloof is, zoals u allemaal ongetwijfeld weet, de hoofdredacteur bij het NOS Nieuws, dat op dit moment begint en waar hij dus even niet bij is. Maar hij is hier vooral als voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Een van de initiatiefnemers van een heel belangrijk project waar we vanavond op willen wijzen, en dat heet Pers Veilig. Kort geleden werd onderzoek gedaan dat heet Agressie en bedreiging richting journalisten 2021, dus in dit jaar. En dat is onlangs gepubliceerd. Het is in opdracht gedaan van Persveilig en uitgevoerd door INO Research. U kunt dat rapport opzoeken en dat is op initiatief van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Genootschap van Hoofdredacteuren en de politie en het Openbaar Ministerie gedaan, die samen eigenlijk tot doel hebben om de positie van journalisten te versterken en tegen geweld en agressie op straat, op sociale media en natuurlijk via juridische claims. We zijn heel blij dat Marcel hier vanavond met ons wil praten daarover en vooral we kijken naar de journalistiek als om eigenlijk die vragen die we ons stellen over wetenschappers te zien hoe dat daarop in de journalistiek al wordt aangepakt. Marcel, aan jou het woord. Ja, goedenavond. Dank voor de uitnodiging. Fijn om bij jullie te zijn en hierover te kunnen hebben. Ik denk dat er veel overeenkomsten zijn tussen de positie waar de journalistiek in verkeert en de academische wereld, zoals het net ook beschreven werd. Ook als het gaat om de bedreigingen die zich daar afspelen, zitten er denk ik veel overeenkomsten. En dus ook in het denken over de discussie die je zou kunnen voeren in wat je zou kunnen doen om dat aan te pakken. Wat we binnen de journalistiek gedaan hebben, dat is inderdaad het project Persveilig. Wil ik dadelijk wat over vertellen. Ik wil eerst nog wat andere dingen ter inleiding zeggen. Als je een beetje oppervlakkig kijkt naar de journalistiek, zou je kunnen zeggen dat het heel goed gaat met het vertrouwen in de journalistiek. Ik weet niet, misschien hebben sommigen van jullie dat gezien. Gisteren werd een onderzoek gepresenteerd voor het Commissariaat van de Media en het Reuters Institute of Journalism, een jaarlijks onderzoek. En dat gaat onder meer over nieuwsgebruik en vertrouwen in nieuws. En daar bleek dat er eigenlijk een toename was van nieuwsgebruik, een toename van interesse in nieuws en ook nog wel een toename van het vertrouwen in nieuws. Als je daarnaar kijkt en je realiseert je ook nog dat het bereik van de NOS, NOS Nieuws, radio, tv, online. Want we zijn op alle platforms, we zijn ook op sociale media. Dat vorig jaar lag op ongeveer 94% het weekbereik. Dus elke week bereiken we iets van 94% van de Nederlandse bevolking. Nou, als je naar die twee dingen kijkt, zou je kunnen zeggen, wat is het probleem? Het gaat toch heel goed? Ja, ik denk niet dat het heel goed gaat. Deze cijfers die worden uitvergroot door COVID. In de jaren daarvoor was ons bereik een paar procent lager, 2% lager. Maar de journalistiek in het algemeen heeft natuurlijk te maken met grote veranderingsprocessen en zeker met allerlei bedreigingen die ervoor zorgen dat dat chilling effect gaande is, wat ik zei. Ik wil graag één klein stukje citeren uit het onderzoek wat ik net noemde. Want als je dan zegt van er is veel vertrouwen in de journalistiek, dan is het goed om
om te realiseren dat er ook echt ontwikkelingen zijn die de journalistiek voor hele wezenlijke vragen stelt. En dat citaat dat gaat over het verschil in hoe jongeren met nieuws omgaan en ouderen. Onder jongeren fungeert betrouwbaarheid minder als een eigenschap van nieuws, maar als een proces dat ze zelf in handen hebben, vergelijkbaar met een mening bepalen. Die mening of die betrouwbaarheid kan altijd, als er nieuwe informatie beschikbaar komt, weer veranderen. En dat is een wezenlijk verschil met hoe ouderen, mijn generatie, of misschien de generatie daaronder, naar nieuws kijken. Want die vinden een nieuwsmerk, zoals de NOS of zoals een krant, betrouwbaar of minder betrouwbaar. En het nieuws wat ze bedrengen, betrouwbaar of minder betrouwbaar. Als er een jonge generatie is die een hele andere definitie van nieuws heeft, van betrouwbaarheid in het nieuws heeft, dan betekent dat dus dat je als journalistieke organisatie heel erg moet afvragen wat op langere termijn je strategie is en je kernwaarden zijn en hoe je daar dan mee omgaat. Binnen de NOS proberen we dat te doen door heel breed in te zetten op online en daar echt andere producten te maken dan we op televisie doen, dan we op radio doen in de meer traditionele uitingen. Maar het roept wel hele wezenlijke vragen op. Ik denk dat het heel goed is om als je nadenkt over persvrijheid, academische vrijheid, dat het heel goed is en heel noodzakelijk is om na te denken over wie je publiek is. Dat geldt natuurlijk zeker voor de journalistiek, maar ik denk dat het ook voor de wetenschappelijke wereld geldt. Als ik dan kijk naar de afgelopen jaren en dat chilling effect, wat er steeds meer optreedt. De journalistiek heeft breed te maken met bedreigingen, lastigvallen, intimidatie en in sommige gevallen ook nog wel erger. Ik heb zelf in de loop der jaren denk ik 6 of 7 keer aangifte gedaan voor dingen die in mijn richting kwamen. Wij worden als nieuwsredactie echt dagelijks, en ik benadruk dagelijks, krijgen we allerlei reacties waar we uitgescholden worden, geïntimideerd worden. Ik krijg ze in een privémail. Ik had er 2 dagen geleden weer een. Daar staan dan dingen in als lafbek, in dat soort bewoordingen. En dat leidt ook tot bedreigingen op straat van journalisten. Journalisten die niet meer in de openheid kunnen hun werk kunnen doen. Wij als NOS hebben grotere demonstraties op het Museumplein bijvoorbeeld een aantal keer gemeden. Daar zijn we niet naartoe gegaan. Of we hebben van grote afstand een hoogpunt beeld gemaakt en verder beeld van anderen gebruikt. Omdat we echt zelf doelwit zijn. We hebben een half jaar geleden de logo's van onze auto's afgehaald. Omdat ze klem werden gereden, deuken in werden geschopt, tegen aangepist. Dat is de sfeer waarin we opereren. Dus die cijfers uit het onderzoek wat ik net zei, die roepen allerlei fundamentele vragen op. En ze lijken in slaap te sussen, maar ik denk dat er echt wat wezenlijks aan de hand is. Dat is in de journalistiek al eerder geconstateerd. José noemde net het onderzoek van dit jaar. Maar het is eigenlijk begonnen bij een onderzoek in 2017, wat professor Brenninkmeijer gedaan heeft, waar toen ook al uit naar voren kwam dat journalisten op grote schaal last hebben van dit soort verschijnselen. Dat is volgens het nieuwe onderzoek alleen maar toegenomen. En dat onderzoek leidde bij de NVJ en bij het genootschap tot de gedachte, wat zouden we daaraan kunnen doen? We zijn daarover in gesprek geraakt met de politiek en met de politie en met justitie. Op het hoogste niveau, op het niveau van procureurs-generaal, op het hoogste niveau van korpschef, op het niveau van de minister ook. Dat is dan een beetje het voordeel ook van onze beroepsgroep, dat je daar vrij makkelijk toegang toe hebt. En het heeft wel een poosje geduurd voordat het van de grond kwam, persveilig. Ik zal er zo wat meer over zeggen. Omdat in Nederland het beroep van journalist niet gedefinieerd is. Dus daar kwamen vragen op, met name van het OM. Als we gaan nadenken over vervolgingsbeleid voor journalisten, wie is er dan journalist? Nou, uiteindelijk heeft Schaphausen gezegd, als iemand zich als journalist gedraagt, zal het wel een journalist zijn. En dat leidde bijvoorbeeld tot een verdubbeling van de strafeis als er iets richting een journalist werd gedaan. Dus er is die strafeis, er is een collectieve norm gefinancierd, er is een opleidingencircuit gestart om bewustwording bij werkgevers en werknemers te creëren. Er is een meldpunt om inzichtelijk te maken hoeveel er nou eigenlijk gebeurt. En dat ook die getallen ook te kunnen gebruiken in de lobby voor onszelf. En ik denk dat wij de afgelopen paar jaar toch heel goed ingeslaagd zijn om het issue, de bedreiging van de journalistiek,
op alle vlakken, om dat toch meer een onderdeel van de maatschappelijke discussie te maken. Ik heb het de afgelopen jaar, half jaar, politici horen zeggen, ik zie het in krantenartikelen, Grapperhaus zegt het, Rutte zegt het, op het hoogste niveau bestaat dit onderwerp. En dat is echt een illustratie van het succes van dit project, hoe triest het project ook is. Ik zou daar misschien nog wat meer kunnen vertellen over hoe het functioneert. Ik wou nog een opmerking maken over het gedrag op sociale media en wat je daarmee zou moeten. En hoe je daarmee om zou moeten gaan als wetenschapper dan wel als journalist. Ik denk dat er veel overeenkomsten zitten. Dat ging er net ook al even uitgebreid over. Ik ben zelf iets van 5 of 6 jaar geleden gestopt met Twitter. Volledig, nooit meer 1 tweet verstuurd. Ik lees wel. En ik heb dat gedaan omdat ik het gevoel had dat het geen enkele zin had. Ik had 10.000 volgers. Maar hoeveel van die volgers lezen echt? En wie bereik ik daar nou echt? Mijn gedachte was, ik kan daar misschien iets uitleggen over wat we doen in het kader van transparantie. Maar ik kreeg alleen maar heel veel tegengas. Ik werd uitgescholden. En als ik tegen iemand zei, wat je hier zegt is fout. Het zit echt zo, dit is het feit. Dan begon men over iets anders. Dus mijn conclusie was, ik heb hier niets te winnen. Ik bereik hier mijn publiek niet. Wij hebben binnen de NOS de laatste maanden, laatste half jaar, heel erg de discussie over onze journalistieke keuzes. Als het gaat om, bedienen wij naar de flanken? Richten wij ons op de flanken? Of maken we te makkelijk nieuws van de flanken? Of zouden we juist veel meer moeten kijken naar wat het midden van de samenleving bezighoudt, belangrijk vindt, wat wij relevant voor ze vinden? Want door de meest extreme uiting tot nieuws te verheffen, voorbeelden kan iedereen bedenken, en daarmee bezig te zijn, je zou kunnen zeggen dat je daarmee het monster voedt. En niet alleen het monster voedt, als het relevant is, is het relevant. Maar ook dat je eigenlijk tot een uitvergroot beeld komt. Als er een debat in de Kamer is, waar allerlei scherpe bewoording wordt gebruikt, maar het debat gaat eigenlijk over de formatie, maak je dan een onderwerp over de scherpe bewoordingen, of over hoe het met de formatie verder gaat en hoe die ervoor staat. Welke invalshoek kies je, hoe vertel je het verhaal, in welke toon? Dus als het dan gaat over de academische discussie op Twitter, heb ik de neiging om te zeggen, ja, toch een beetje, wie bereik je daar? Bereik je daar wel de mensen die je eigenlijk wil bereiken? Heb je daar wel kan je wel die discussie in 140 tekens voeren, of 180 hoeveel het ook zijn? Maar realiseer je hoe makkelijk het ontspoort, hoe makkelijk er ook misverstanden ontstaan, en vraag je heel erg af wie je ermee bereikt. Wij binnen de journalistiek zien het steeds meer als een medium waar nieuws snel rondgaat, waar hele kleine groepen met elkaar discussiëren, maar waar toch heel snel alleen maar geframed wordt en gescholden wordt. Het kost veel negatieve energie. Dus wat levert je op? Dus mijn vraag zal altijd zijn, onze vraag zal altijd zijn, ligt misschien wat anders voor de wetenschap, waar zit je publiek met name? Zit dat wel daar op de sociale media? Zit het wel op Twitter? Of zit het wel in die flanken? Of zit het vooral in het midden en moet je daar vooral over nadenken, over wat dat betekent voor je journalistieke keuzes? Nou, dat de inleiding. Heel veel dank, Marcel. Dit roept een heleboel, denk ik, reacties en vragen op. En ik kijk alvast even met 1 oog naar de Q&A. En ik wil alvast daar een vraag voor jou uithalen die gesteld wordt door Marion Koopmans. Jou waarschijnlijk wel bekend. Ja. Een van onze leden die nadrukkelijk zelf veel met deze midden in deze discussie staat. En ik vond hem relevant, met name voor jouw laatste punt. Want zij vraagt eigenlijk, hoe kijken jullie aan? En jullie is in dit geval, vertaal ik dat even nationaal, of naar jouw functie journalisten, tegen de gerichte beïnvloeding van boodschappen via trollenlegers vanuit hele specifieke hoeken. Jij zegt eigenlijk, we moeten niet met z'n allen dat monster willen voeden. Nou, dat monster bestaat ook voor een deel uit trollenlegers. En die gaan namelijk ook veel verder dan de individuele reacties. Hè? Maar dat kan een discussie volledig bepaalde kanten insturen. Is dat ook wat je bedoelt met, we moeten het monster niet voeden? Ja, dat zou kunnen. Als je daarop ingaat, dan maak je het zelf groter, zou je kunnen zeggen.
Een van de gedachten bij mij was om te stoppen met Twitter. Was toen ik signaleerde dat iemand stuurt een tweet waarin hij de NOS beschuldigt van iets onzinnigs. Ik ga er tegenin. Ik heb 10.000 volgers. Hij had er 10. Dus ik heb nu naar 10.000 volgers zijn boodschap gestuurd. Precies. Ja. Wat heb ik hier nou gedaan? Ja. Wat heb ik hier nou bereikt? Dus als journalistiek moet je vooral onderwerpen maken over die trollenlegers, over hoe het werkt, over wat de invloed is, over wat de gevaren zijn. Maar je moet je vooral heel erg realiseren in je eigen gedrag. Wat je doet en wat je nalaat. En of het wel uiteindelijk iets bijdraagt aan je doelstellingen als individu, als wetenschapper, als wetenschappelijk instituut of als journalistiek. Ja. Dankjewel, Marcel. Ik had nog 1000 vragen willen stellen, maar ik moet even met het oog op de tijd gaan we eerst nog verder met de laatste bijdrage van de panel van vanavond. En die is van Leo Lucassen. Leo is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. En hij is ook directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis, het IISG, een KNW-instituut. Maar wij kennen hem denk ik allemaal het meest als een veelvuldig publicist en een zeer scherpe debater. En met name van zijn stukken uit NRC en de Volkskrant. Leo, mag ik jou het woord geven, vooral ook als ervaringsdeskundige in dit intimidatie? Ja, dankjewel. Nou, zo'n hele goede debater ben ik overigens niet hoor, maar dat even terzijde. Ik ben vanaf 2014 eigenlijk in deze online wereld terechtgekomen. En dat had veel te maken met de vluchtelingencrisis die destijds ontstond. Ik ben toen regelmatig gaan schrijven voor kranten, NRC en Volkskrant, over migratie, maar ook wel over andere dingen uit mijn domein, zoals integratie, maar ook antisemitisme en racisme. Dat leidde tot stukken in de krant en daardoor ook laat ik je vragen bij radio- en televisieprogramma's, De Wereld Draait Door, Nieuwsuur, ga zo maar door. Dus daardoor krijg je enige bekendheid. Maar omdat dit zo'n ongelooflijk, laat ik zeggen, gepolariseerd thema is, krijg je natuurlijk ook veel tegenwind. En zeker ook via sociale media zoals Twitter. Ik krijg heel veel, ongelooflijk veel bagger over me heen op Twitter. En vaak vragen collega's of familieleden bezorgd aan mij: nou Leo, het was weer raak gisteren. Waarom ik echt met eerlijkheid kan antwoorden: nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ik heb iets van 700-800 mensen genegeerd op Twitter. En daarmee krijg je eigenlijk een behoorlijk rustige tijdlijn, kan ik u verzekeren. Maar goed, het is niet alleen Twitter. Je krijgt ook allerlei mails binnen met vuiligheid. En dan zijn er natuurlijk nog websites als Geen Stijl, Weltschmerz, De Dagelijkse Standaard en andere parels van het online media landschap die menen met grote regelmaat allerlei stukjes over mij te moeten publiceren. Eigenlijk vooral om je af te zeiken, daar komt het dan toch wel op neer. Ja, dan is er natuurlijk, Sarah noemde het al, Vizier op Links. Dat hebben we ook allemaal, daar weten we allemaal het nodige van. En die het niet al te lang geleden nodig vond om foto's van mijn 2 dochters online te gooien. Daar was ik toen wel eventjes erg van ondersteboven. Als zijn je kinderen komen, dan komt het wel heel dichtbij. Overigens waren de dochters een stuk nuchterder dan ik, want hun eerste vraag was: we stonden er toch wel goed op, hè pap? Dat bracht het weer een beetje tot de normaliteit terug, maar normaal is het natuurlijk niet. En dan heb je ook nog websites zoals rijnlandmodel.nl, ga daar vooral een keer kijken, waar ik en vele anderen te vinden zijn onder het kopje landverrader. En als het pure kwaad wordt voorgesteld, omdat ik niet wil inzien dat moslimmigranten onze cultuur te gronde richten. En het is denk ik overbodig om eraan toe te voegen dat ik, net als al andere laffe landverraders, daarom dient te worden opgehangen. Nou, dit is weer een van die loose cannons. Daar lig ik echt niet wakker van, overigens. Maar het tekent wel de sfeer. En dan heb ik het nog niet gehad over de duizenden beledigingen en ook wel echt bedreigingen via Twitter en e-mail. Tot slot zijn er ook politici die politieke bewegingen, met name radicaal rechts, die zich hier mee bemoeien. En ik zal even één tweet uit van 18 december 2019 van het Renaissance Instituut
Die reageren op een tweet van mij, waarin ik aankondig dat ik ben benoemd als lid van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNW. Beroepsactivist en immigratiecampaigner Leo Lucassen in de SW-raad van de KNW. De Weg met ons kliek benoemt schaamteloos uit eigen gelederen. Dit zijn dus de instituties die ons ondermijnen, zoals Thierry Baudet het verwoordde in zijn overwinningstoespraak van 20 maart. Dit is een van de vele vanuit die hoek, maar de PVV geldt dat eigenlijk hetzelfde voor. Een veel ernstiger voorbeeld dan ik zelf overigens is wat natuurlijk laatst met Nikki Sterkenburg in de Tweede Kamer is gebeurd, door ook weer een lid van de Forum voor Democratie die haar daar meende aan de hoogste schandpaal te moeten nagelen. Nou, de vraag is, wat doet dit met de wetenschapper? Hoe ga je ermee om? Sarah zei er ook al iets over. Kijk, ik heb het redelijk eenvoudig. Ik ben al wat ouder. Mijn positie is zeker. Ik ben een man, ook dat scheelt. Dus ja, het is allemaal niet leuk. Maar om nou te zeggen dat het me heel erg van mijn stuk brengt, dat is niet zo. Maar voor jongere wetenschappers en ook voor vrouwen, en daar zal ik straks nog iets meer over zeggen, ligt dat echt wel anders. En nogmaals, Sarah heeft dat ook goed uitgelegd. Kijk, want dit soort intimidatie is vervelend, is naar. En wat ik vooral vervelend is het vernederen en delegitimeren van wetenschappers en hun kennis. Even los van de grofheid en van de pure intimidatie. Waarom ik dat dan toch doe en ook anderen dat doen, is omdat ik het belangrijk vind om de stem van de wetenschap te laten horen. En dan ook omdat ik totaal geen zin heb om me te laten intimideren. En blijkbaar dat als je heel veel negatieve reacties krijgt, heb je ook blijkbaar raak je blijkbaar ook gevoelige en belangrijke kwesties. En vergeet niet, en dan kom ik even terug wat Marcel Geloof zei over het midden van de samenleving. Vergeet niet, en dan heb ik het niet alleen over Twitter, maar zeker ook over opiniestukken, dat er een veel grotere zwijgende meerderheid is die het vaak enorm op prijs stelt dat wetenschappers het publieke debat met feiten voeden. Omdat ze daar, laat ik zeggen, behoefte aan hebben. Zeker als het gaat om gepolariseerde onderwerpen. En als ik zie wat Marion Koopmans, maar ook andere wetenschappers het afgelopen jaar, hoe die sociale media hebben gebruikt, gewoon om feiten rond te pompen. En natuurlijk overtuig je daar de radical fringe niet mee, maar onderschat niet hoeveel goedwillende mensen uit dat midden van de samenleving hier wel de vruchten van plukken. Dus dat betekent overigens ook dat er heel verschillende schoolpleintjes zijn. Sarah had helemaal gelijk, Twitter is een schoolpleintje, maar het is niet één schoolplein. Dat zijn ook hele verschillende schoolpleintjes bij elkaar. Wat Ineke heeft gezegd in het begin, ben ik het ook volkomen mee eens, en ook Sarah heeft dat gezegd, ontzettend belangrijk is, zeker voor jongere wetenschappers, dat de leiding van onze instituties, met name universiteiten, dwars voor hun of achter hun wetenschappers gaan staan, of ze het nou met hen eens zijn of niet, maar dat ze in ieder geval de vrijheid van debat en de vrijheid van meningsuiting, dat ze daar pal voor staan. En daar zijn hele goede voorbeelden van. Karel Stolker wil ik daar toch ook zeker bij noemen, die mij ooit in een dia's reden, en toen zat ik echt midden in alle shitstormen van Twitter, waar ik toen nog niet zo heel goed van wist hoe daarmee om te gaan, in het bijzijn van al mijn collega's in de Pieterskerk, ten voorbeeld heeft gehouden van een wetenschapper die, laat ik zeggen, zich op een goede manier met het publieke debat bemoeit. Nou, dat heeft mij toen zeer veel goed gedaan en ook geëmotioneerd op dat moment. En ik was ontzettend blij dat hij dat deed. En ook als niet alleen omdat het door mij ging, maar gewoon als symbool van hoe een instituutie hiermee omdient te gaan. Tot slot, ik zei dat, ik ben een man, maar ik weet van heel veel vrouwelijke collega's, die hebben het echt nog wel een stukje zwaarder. Want daar komt nog een hele laag van extreme vrouwenhaat en seksisme bovenop. Nou, ik heb vrouwelijke collega's hebben mij laten lezen wat ze niet alleen op sociale media, maar ook via e-mail binnenkrijgen. Nou, daar lussen de honden geen brood van, kan ik u vertellen. En dat is echt op het schokkende af. Dus ik denk ook dat hier op dit punt ook nog wel extra aandacht nodig is. Tot slot, en dan sluit ik af.
we hebben het natuurlijk eigenlijk over ontspanning, zeker waar het om wetenschappers gaat, tussen aan de ene kant toch wel heel sterk de vraag van de institutie zelf en soms ook de eis zelfs om, aan valorisatie te doen, om, laat ik zeggen, je kennis onder een breder publiek te delen. Dat willen we allemaal, dat willen de instituties graag. En daar zijn wij als wetenschappers de meeste, althans denk ik ook, helemaal voor. Maar aan de andere kant natuurlijk, dat je zeker als het om gevoelige onderwerpen gaat, niet als je de duizendpoot bestudeert, maar wel, laat ik zeggen, de gevoelige onderwerpen van vandaag de dag, allerlei consequenties heeft. En ik denk dat we dat ook de instituties nog niet genoeg doordacht hebben om hoe die spanning op te lossen. En daar wil ik het graag bij laten. Dankjewel. Dat was een heel, heel mooi betoog van jou, Leo. En vooral zo nadrukkelijk uit je hart. Want jij zit, zoals je noemt, dagelijks in zulke shitstormen. En dat lijkt me een heel bijzondere positie, waarvoor veel moed is vereist ook. Even heel kort over een stukje wat me erg trof in jouw betoog. Dat is dat je zegt, eigenlijk het gaat niet eens zozeer om het aanvallen van individuele wetenschappers, maar om het vernederen en denigreren van de wetenschap als zodanig. Is dat een institutionele aanval, zoals jij dat ziet? Oh ja, en dat is natuurlijk ook iets wat in de laatste 10 jaar, dan moeten we het ook echt wel radicaal rechts hier benoemen, en die dat ook natuurlijk gewoon, in die tweet die ik citeerde van het Renaissance Instituut, staat dat natuurlijk ook, Thierry Baudet, maar ook de PVV'ers hebben dat natuurlijk ook echt gezegd. Hè? Wetenschap is een ondermijnende institutie. En dat blijkt natuurlijk ook uit. Dus laat ik zeggen, en dit is natuurlijk onderdeel van een breder, laat ik zeggen, ongenoegen, met name bij populistische, overigens ook aan ter linkerzijde soms, dat instituties niet te vertrouwen zijn. Dat is niet alleen de wetenschap, dat gaat om de politiek, dat gaat om de rechtspraak, en noem het maar op. Dus instituties als geheel staan, in het beklaagde bankje. Maar ook hier moeten we er toch wel weer oppassen dat we een hele kleine, maar zeer luide minderheid, dat we dat ook weer niet te veel opblazen. En nog steeds blijkt er heel veel opinieonderzoek dat er natuurlijk een heel breed vertrouwen is onder de bevolking in die instituties. Maar dus in die zin weet ik ook niet in hoeverre, dit een soort artefact van de sociale media zelf is, waar we misschien ook weer niet te veel, we moeten er wel zorgen over maken, maar we moeten het ook wel weer in zijn proporties zien. Maar goed, de wetenschap als zodanig, en dat hebben we, Marion Koopmans weet dat ook alles van, bij corona hebben we dat natuurlijk ten voeten uitgezien, voor een aantal mensen de grote boosdoener is, en in alle complottheorieën, dat is natuurlijk wel een feit. Ja. Dankjewel, Leo. We gaan het debat eigenlijk weer even verder openen. Ik wil mensen nogmaals wijzen op de Q&A. Daar kun je vragen achterlaten, kunt u vragen stellen. En zeg daarbij of het voor een spreker specifiek is of eigenlijk voor iedereen. Ik begin even en ik wil ook wat lijntjes leggen tussen de verschillende sprekers. En ik pak hier een vraag uit die is gesteld door Willemijn Lamet. Hij is eigenlijk aan Marcel Geloof, maar ik wil die zo meteen ook doorzetten naar eventueel Peter Paul. Ze schrijft heel mooi initiatief, dat persveilig en heel passend ook voor wetenschappers in het publieke debat. Maar waardoor voelen journalisten zich het meest gesteund in jouw ervaring als hoofdredacteur en ook als ervaringsdeskundige? En een andere vraag is, hoe goed weten ze eigenlijk persveilig te vinden? Ik ga zo meteen door naar Peter Paul om ook die vraag voor de wetenschappers wat scherper te krijgen. Marcel, zou je daar wat op kunnen antwoorden? Ja, te vinden steeds beter. We maken er veel reclame voor. Daar misbruiken we het ledenbestand van de NVJ en het ledenbestand van het genootschap voor. We vragen daar overal, daar waar het voorbij komt, aandacht voor. Dus dat gaat steeds beter, omdat collega's er steeds meer de waarde van zien om zichtbaar te maken wat ze overkomt. Hè. Daar zijn die meldingen vooral voor. Het eerste half jaar waren er iets van 130 of 140. Daar waar het in ons vak een beetje zo is, dat je zegt, dat hoort erbij en we zijn stoer en we gaan weer verder. Dat gaat beter. Ja, en waar we ons door gesteund voelen, hè, of wat was je andere vraag, waar we ons door gesteund voelen?
Nee, en de tweede vraag, ja, hoe goed weten ze te vinden? Dat heb je eigenlijk impliciet al beantwoord. Maar jij zei bijvoorbeeld ook, ja, in hoeverre voelen ze zich gesteund? Ook door zo'n initiatief, maar vooral ook dat jullie als leidinggevende, ik proefde dat ook net in Leo's praatje, die zei, het was heel belangrijk voor mij dat mijn rector op dat moment echt liet blijken, die waardeert wat ik doe. En geldt dat ook voor, in jouw opinie, voor de journalistiek? Zeker. Ja. Zeker. Ik denk dat redacties, individuele journalisten zich heel erg gesteund voelen door dit initiatief. En afhankelijk van de houding van hun eigen werkgever, hun eigen hoofdredacteur, in meer of mindere mate. Sommigen zijn er meer bij betrokken en anderen minder. Ik heb natuurlijk een prominente rol in, omdat ik ook een van de oprichters ben en in die stuurgroep zit. En het er voortdurend op mijn eigen redactiemensen ook kan lastigvallen. Maar ik denk dat ze zeker ingesteund voelen. Bijvoorbeeld, wat veel collega's niet weten, dat je als werkgever aangifte kan doen voor iemand anders, wat ik meerdere keren gedaan heb. Dat ik gezegd heb, geen zorgen, dat doe ik wel. Dan komt mijn naam in het systeem en niet jouw naam, want dat willen ze niet, of daar zijn ze bang voor. Omdat ze bang zijn dat als iemand eventueel voor moet komen, dat dan je naam uit het dossier naar boven komt en ze misschien een extra doelwit worden. En ik redeneer, dat zit in mijn baan, maar ik heb hier toch wel zo'n bekendheid in, dat maakt niet meer zo uit. Maar nou, in dat soort dingen, je realiseren dat dat soort dingen bestaat, dat je voor je werknemer, voor de werknemers, voor je collega's op die manier actief iets kan doen, door ervoor te gaan staan als werkgever, steun je ze, voelen ze zich gesteund en het is ook echt nodig. Ja, Peter Paul, ik zet die vraag ook even door naar jou. Is pers veilig te vertalen naar de wetenschap? Zouden we iets kunnen doen aan bijvoorbeeld als Science Safe? Hè? Ik vertaal het maar even snel. Zou jij ervoor zijn om zo'n type van initiatief ook voor de wetenschap te zien verschijnen? Ja, ik vind het eigenlijk een heel goed idee. En ik denk wat wetenschappers het meeste zou helpen in deze omstandigheden is echt het gevoel van gesteund worden. Dus dat het niet zo is dat je erop aangekeken wordt, hè, omdat je nou eenmaal zo vaak in de media bent en dus toch al wel zo'n ijdeltijd zal zijn. En ja, dan is dat nou eenmaal de prijs die je betaalt. Hè. Dat is toch wat je impliciet soms voelt om je heen. En dat is echt fluikend. Hè, wat je echt moet voelen is dat dit hoort bij je rol als wetenschapper. En dat sommige mensen doen onderzoek dat nou eenmaal meer in de frontlinie ligt dan anderen. Maar met z'n allen erachter staan. Dat zou dus inderdaad kunnen betekenen dat je ergens een veilige plek hebt, dat je steun kunt vragen, hulp kunt vragen. Maar het zou daar wel een plek moeten zijn waar ook mensen door gemobiliseerd kunnen worden. He, dus dan je suis Leo, zeg maar. Dat je zorgt van je rector, je vakgroepvoorzitter doet het ook. En laat daarmee ook zien dat zij of hij haar of zijn nek durft uit te steken. En dus misschien zelf ook wel een stukje van die Twitterstorm over zich heen zou kunnen krijgen. Ja. Mag ik er iets bij aanvullen? Natuurlijk, Sarah. Kijk, we hebben een flexibele schil, dus mensen zonder vast contract van ruim 40% of bijna 40%, rond de 40%. Dat zijn dus mensen die, en dat zijn niet de wetenschappers die je hier ziet, maar wel mensen die dus binnenkort weer de arbeidsmarkt op moeten waarschijnlijk. Niet weten of hun contract verlengd wordt. En dus ook. En ik, ja, het is natuurlijk niet iets wat we hier kunnen oplossen zonder veel meer geld en zo. Maar het is wel, denk ik, echt een hele belangrijke factor. Dat heel veel mensen op moeten passen. Omdat ze niet weten of ze over een paar maanden nog een baan hebben. Ja, en even mag ik dit doorzetten met een vraag van die komt van René Koekoek en die sluit hierop aan en die wil ik even naar Ineke Sluiter doorzetten. René Koekoek schrijft, ik vind het hier en daar toch wat vrijblijvend als het gaat om maatregelen ter verdediging en veiligheid van wetenschappers. Hebben de KNW en de universiteiten ook contact gezocht met de politie, even denkend aan het initiatief van Persveilig ook, ondersteunen universiteiten wetenschappers financieel en met raad en daad in hun aangifte, waar Marcel straks ook al even wat over toelichten. En gaan universiteiten naast promotie- en communicatiemedewerkers nu eigenlijk ook veiligheidsadviseurs of medewerkers aanstellen? Zou dat moeten? Ineke, kun jij je daar je licht over laten schijnen? Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Want inderdaad waren de eerdere oproepen van de KNW er ook op gericht om universiteiten een beetje wakker te schudden. Dit zijn natuurlijk ontwikkelingen die heel snel zijn gegaan. En eigenlijk hebben de policies van de universiteiten daar niet helemaal gelijke tred mee gehouden aanvankelijk. Dus inmiddels is het zo dat er een werkgroep van de VCNU bezig is met concrete aanwijzingen voor een universiteit. Wat is er gebeurd?
En wat kun je nu doen om je wetenschappers te ondersteunen? En dat gaat van gewoon de technische kant. Weten mensen hoe ze hun account kunnen beveiligen? Weten ze hoe ze iets kunnen blokkeren? Ik hoorde net van Leo dat het veel rust schenkt als je 700 tot 800 mensen en niet meer op je tijdlijn laat binnenkomen. Maar dat zijn hele concrete aanwijzingen. Maar inderdaad ook, wat zijn de gevallen waarin andere maatregelen genomen moeten worden, zoals aangifte doen? Wie gaat er dan mee met de wetenschapper naar de politie? Want je moet het ze niet alleen laten doen. Wanneer moet je misschien als werkgever aangifte doen? Dat kan natuurlijk ook. Ja, dit zijn dingen die moeten nu in hoog tempo uitgezocht worden en tot concrete handvatten leiden voor de universiteit. Dus ik vind dat een heel terechte opmerking van meneer Koekoek. Het is nu nog wat vrijblijvend en we moeten daar wat aan doen. Ja. En dat is wat ik daar straks ook zei, als institutie. Weet je wat je doen moet? Zo nee, zorg dat je erachter komt. Want het begint een zekere urgentie te krijgen. En onze mensen verdienen gewoon die bescherming. Ja, duidelijk. Ik pik er nog een vraag uit de Q&A. En die komt van Peter Kwikkers. Die vraagt eigenlijk naar de kaders van de wet. Biedt de wet voldoende veiligheid en academische vrijheid aan academici, maar ook aan journalisten? En zo nee, wat mist dan? Hebben wij voldoende wettelijke kaders om dit probleem op te pakken? Ik kijk eerst even naar Marcel en dan wil ik even bij Peter Paul terugkomen voor die wettelijke framing. Ja, ik denk het wel. Er zijn natuurlijk allerlei wettelijke bepalingen over wat wel mag en wat niet mag. En wat ordentelijk is en wat niet ordentelijk is. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk meer om gedrag. En wat het met je doet. Dan wat er nou precies in de wet staat. En wat je concreet doet om het aan te pakken en mensen te beschermen. Zie ons initiatief van persveilig. Ik denk dat het belangrijker is dat het college van bestuur van een universiteit ervoor zorgt dat er een soort veiligheidsofficier is die makkelijk toegang heeft tot politie en justitie, dan dat de rector zelf gaat zitten twitteren. Dus komt tot een soort concreet veiligheidsbeleid dat ertoe leidt dat mensen bij je organisatie terecht kunnen als er daadwerkelijk iets gebeurt. Een van de grote waarden van persveilig is dat het bestaat uit de journalistiek en de overheid, politie en OM, vertegenwoordigers van korpschef en het college van procureurs-generaal. Daarmee hebben we het samen opgezet. Bespreken we gevallen, bespreken we ontwikkelingen. Maar we hebben ook een achterdeur via hen naar politie en naar het OM. Daar waar ergens misschien iemand aangifte wil doen en daarin ontmoedigd wordt. Of daar waarin er vragen zijn over het verloop van rechtszaken. Of over de vraag waarom iets geseponeerd wordt. Dus we zijn op die manier ook een beetje intermediair naar individuele collega's. En zo bouw je aan bewustwording. Dus netwerk, toegang, en dat zit natuurlijk een beetje in de journalistiek wel. Dat hebben we natuurlijk, zeker wij ook als grote landelijke organisatie. En dat inzetten, en ik weet dat politie en de OM het ook dat beleven als heel waardevol. Omdat van hun kant dat informele contact ook weer informatie oplevert over wat er gebeurt. Wat het effect is van hun beleid. Dus ik zou zeggen, ja, moedig universiteiten aan om een soort beleid te maken over... Ja, wat is onze collectieve norm? Wat staan we toe en wat staan we niet toe? Wanneer komen we in actie en dat dan ook doen? En creëren een werkwijze dat tot iets concreets leidt. En oefen die verantwoordelijkheid uit. En Twitter zou ik gewoon even aan de kant zetten. Ja. Peter Paul, kun je daar vanuit de wetenschappen en hebben je wat over zeggen? En hebben jullie dat in het advies ook een plek gegeven? Deze vraag? Er is niet direct een plek, deze vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat ook de wet voldoende ruimte biedt. Dat daar het probleem eigenlijk niet zozeer ligt. Het probleem ligt er volgens mij in het nieuwe medium dat die intimidatie krijgt. En dat zijn die sociale media. Dus die wet is op orde. Het is alleen niet te handhaven in dit nieuwe medium. Dus hier ligt echt de verantwoordelijkheid voor de big tech bedrijven. Maar dat is misschien nog meer jouw vakgebied, José, dan het mijne. Maar dat is totaal ontspoord. We hebben de publieke ruimte eigenlijk geoutsourced aan een paar enorm grote bedrijven die vooral een financieel winstoogmerk hebben en eigenlijk niet als hoofddoel hebben om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Maar ze vormen de infrastructuur van ons politieke debat. En zolang het niet lukt om daar verantwoord mee om te gaan, als er niet een persveilig kan ontstaan voor sociale media, waar wij spreken, dan zijn we nergens. En ja, dat is een hele zware klus. En ik zou eerlijk gezegd denken dat hier met name voor de EU een hele goede taak ligt. Dus als iets is waar de EU heel goed in is in het reguleren van die digitale infrastructuur. En als we hier eens flink gas op zouden kunnen geven en daar hele sterke regels voor zouden maken, zou dat heel erg veel kunnen betekenen voor de wetenschap. Ja.
Mag ik nog één ding zeggen, José? Zeker. Aansluitend. Ja. De roep om regulatie, het reguleren van techbedrijven en het aanpakken van inhoudelijk wat daar gebeurt, voor mijn gevoel botst dat toch wel een heel klein beetje met persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en wetenschappelijke vrijheid, academische vrijheid. Want dan, ja, dan kom je er toch op uit dat daar blijkbaar wel gepubliceerd mag worden wat je aanstaat, maar niet wat je niet aanstaat. Die associatie, ik weet wel dat je dat niet bedoelt, maar dat levert wel. Zo makkelijk is dit niet, dit dilemma, denk ik. Nou, ik denk net zoals je in de journalistiek codes hebt hoe je je moet gedragen, heb je die in de wetenschap ook. En ik denk dat datzelfde dus ook moet worden ontwikkeld voor sociale media. Dat betekent niet dat je zelfcensuur moet gaan doen en dat je niks meer mag zeggen. Dat is precies het andere extreme. Waar het om gaat is dat je je verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet. Dus wat je doet heeft invloed, heeft impact. En dan moet je rekenschap voor kunnen afleggen en ook op afgerekend kunnen worden in deze maatschappij. En ik denk dat het eigenlijk zo eenvoudig is. Het is ontzettend moeilijk om het te handhaven. Ja, ik pik even uit de Q&A een vraag die hier eigenlijk op voortborduurt. En die wil ik ook graag aan jullie in het algemeen stellen. In de wetenschaps... En hij komt van Stan Gielen. Jullie alle wel bekend, hè? Onze voormalige voorzitter van MBO. En hij schrijft: in de wetenschap zijn meningsverschillen heel gewoon en zijn discussies over basisveronderstellingen heel goed. Wetenschappers hebben in programma's als Bo of Eén Vandaag laten weten dat ze het oneens zijn met andere wetenschappers. Nu geeft dat vaak aanleiding tot reacties als: de wetenschappers zijn het oneens en daaraan ontleent men soms de vrijheid om onzinnige stellingen te gaan verkondigen. De vraag is het zinvol als wetenschappers elkaar in de media aanvallen? Ik kijk even naar Marcel, maar ook even naar Sarah, want ik wil ook even graag van Sarah horen. Wat zie jij als verschil tussen dit soort van onderlinge discussie tussen wetenschappers op sociale media en de, laten we zeggen, de mainstream media? Misschien kan Marcel even beginnen en dan geef ik Sarah het woord. Ja, alles bepalend is de toon. De toon waarop je dat doet. Ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen dat je als wetenschappers op sociale media een discussie hebt over een onderwerp uit jouw wereld of wat jouw specialisatie is. En dat de wereld die je daarin meeleest daar iets van leert en iets aan heeft. Maar daar waar het misschien gekaapt wordt door mensen die een hele andere toon hanteren, is de vraag hoe zinvol het is. En het is sowieso de vraag: wie leest daar nou mee? Voor wie doe je dat daar? Bereik je daar wel, in mijn termen, een relevant publiek? Ik in het algemeen overschat dat niet. Misschien een cijfer. Het NOS-account op Twitter heeft meer dan 1 miljoen volgers. Maar ik geloof dat op dagbasis 3% van die volgers bij ons daar komt kijken. Dus wij zijn wel trots op die miljoen, maar het zijn er een tikje minder. Dus nou ja, ik denk dat je vooral na moet denken over die vragen en niet alleen maar over de inhoud en de inhoudelijke discussie vanuit je vak. Ja, Sarah, hoe zie jij dat verschil? Want jij hebt vooral het onderzoek bij sociale media gedaan. Kun jij hierop reflecteren? Ja, ik zie eigenlijk twee verschillende dingen. Dit gaat eigenlijk niet eens nou specifiek over sociale media. Speelt ook bijvoorbeeld op allerlei televisiedebatten. Ik denk eigenlijk dat het heel erg goed is als wetenschappers in de media laten zien dat ze het niet eens zijn. Omdat je ook moet uitleggen dat er een wetenschappelijk debat is. En dat er methoden zijn die verschillend kunnen zijn. En dat je, ik heb vaak het idee dat als je in de media gevraagd wordt naar onderzoeksresultaat, gaat dat over resultaten en niet over wat je gedaan hebt om die te vinden. En waarom je dat zo gedaan hebt en hoe je het ook anders zou kunnen doen. Dus ik denk op zich dat er een wetenschapsjournalistieke taak ook ligt om dat soort dingen uit te leggen. Aan de andere kant zie ik ook heel vaak dat er een soort van both sides kwestie van gemaakt wordt. Hè? Iemand, een viroloog, wordt tegenover iemand gezet die het hele bestaan van COVID-19 ontkent. En dan kom je heel erg weg met het idee van, nou, het zal wel ergens in het midden liggen, terwijl de twee sprekers zijn met een totaal andere autoriteit. En dat is denk ik echt iets wat ook een taak is aan media, om dat te vermijden. En ook denk ik iets wat ik zelf op Twitter vrij snel dan geneigd zou zijn om links te laten liggen. Mag ik er ook iets over zeggen, José? Ja, precies. Ik wilde je net het woord geven. Ja, want dat is iets wat ik zelf wel vaak meemaak, dat je wordt uitgenodigd voor een programma en dan zeg je, nou, waar gaat het over? Nou, dat is dan mijn domein. Oké, dan wil ik weet niks van parkeerboetes, dus iets waar ik verstand van heb. En dan vraag ik wel, en met wie praat ik dan? Nou, en dan is het heel vaak niet een andere wetenschapper, maar een politicus of een
of iemand die volgens mij van dat domein helemaal niet zoveel af weet en die een heel tamelijk extreme mening heeft. Ik ben herhaaldelijk gevraagd met Thierry Baudet op de radio. Nou, dat weiger ik om twee redenen. Omdat het gaat helemaal niet om kennis daar en je weet precies hoe het gaat. Je hebt ontzettend weinig kans om echt je punten te maken en je geeft een ander een geluid waarvan ik denk, dat is een onzinnig geluid, geef je alleen maar een podium. Dus hier is zowel de wetenschappers moeten goed nadenken aan waar ze aan meedoen, maar ook bij de media, misschien dat Marcel daar, die zal daar meer van weten. Maar ik snap wel waarom, laat ik zeggen, Dit is de Dag en al dat soort programma's heel graag dit soort tegenstellingen tegenover elkaar willen zetten. Omdat dat is reuring en dat levert luisteraars en clickbaits op. Maar het komt heel vaak natuurlijk het debat zelf helemaal niet ten goede. Maar ook wetenschappers hebben hier ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja. Even naar Peter Paul en dan wil ik graag een reactie van Marcel hierop. Hè? Want nu gaat het ook een beetje over wat de mainstream media, hoe daar wetenschap in naar voren komt. Peter Paul. Ja, er is al heel veel gezegd waar ik helemaal mee eens ben. Het haakt ook een beetje aan bij wat ik zei over het belang om de maatschappij toe te rusten om te leren gaan met wetenschappelijke controverse. Dat klinkt misschien heel belerend. Hè? Ik bedoel dat helemaal niet paternalistisch. Maar ik denk dat het intussen echt bij burgerschap hoort, dat je iets begrijpt in minimale zin van wetenschap. Dat er dus controverse moet kunnen zijn, maar daar hoort dan ook de verantwoordelijkheid bij van de journalistiek, zoals Sarah zei, dat je dan niet, hè, als eigenlijk iedereen iets vindt, maar er is één kritisch geluid dat je dat doet, het is eigenlijk 50-50, dus het kan allebei waar zijn, maar dat je juist mensen helpt, dat je er kritisch naar mag kijken, maar dat er wel degelijk een methode achter zit die leidt tot inzicht, waar je ook niet zomaar omheen kan. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Marcel, zien we in de media voldoende ruimte voor wetenschappelijke discussie, debat en met name wat Peter Paul noemt het opvoeden eigenlijk van mensen in het laten zien dat wetenschap ook voor een deel een discussie is, dat er wordt gediscussieerd over een bepaalde werkelijkheid? Nee, dat kan wel beter, denk ik. Als je kijkt naar de praatprogramma's die er zijn op de Nederlandse televisie, dan snap ik heel goed wat er net gezegd werd. Ik denk dat je heel erg moet nadenken voordat je daar gaat zitten. Inderdaad, met wie je er zit, kan ik daar iets kwijt over wat ik zeg, wat ik te zeggen heb. Ik heb zelf allerlei meerdere malen geweigerd om er te gaan zitten. Ik heb een periode niet meegewerkt aan een bepaald programma, omdat ik vond dat er echt volstrekt onvoldoende ruimte voor onze redactie, voor collega's, want die moeten toestemming hebben. Omdat ik vond dat ze onvoldoende ruimte kregen om daar een zinvolle bijdrage te leveren. Daar ligt natuurlijk wel ook weer een dilemma. Want je kan zeggen, we creëren een programma waar wel ruimte is om als wetenschappers onderling een discussie te voeren. Maar ja, dan weet ik wel zeker dat je niet op primetime zit. Wie bereik je dan daarmee? Het is toch ook in het belang van de wetenschap om soms wel in dat praatprogramma te zitten 's avonds, waar een miljoen mensen naar kijken, of tussen 7 en 8. Maar als je maar realiseert waar je in begeeft, met wie, welke ruimte je krijgt, wat je boodschap is, welke taal je dan zelf gebruikt als je daar zit, wat je wel vertelt, wat je niet vertelt. Ik denk dat je daar zeer, zeer bewust mee moet omgaan. En schroom niet om te weigeren. Dat doe ik ook vaak. Is een heel goed gevoel. Ja. Sarah, ik wil hier even op inhaken. Dit is ook een vraag van Jeroen over, zonder achternaam zie ik hier, maar over effectieve strategieën. Zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld sociale wetenschappers om ook echt te onderzoeken welke strategieën nu werken op sociale media, om dempend te kunnen werken voor die discussies? Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan en wat zijn daarvan de resultaten? En zouden die ook kunnen vertalen naar niet alleen sociale media, maar meer het publieke debat in het algemeen? Is allerlei onderzoek naar. En voor een deel komt het een beetje neer op wat net al even ter sprake kwam. Het zou goed zijn als die platforms gedwongen worden om meer te doen. En dat is natuurlijk ook best wel recent gedaan. Onder andere met, van even mijn eigen vakgebied, het deplatforming van Donald Trump. Wat natuurlijk inderdaad ook heel erg dempend gewerkt heeft voor van alles. Dit is iemand die heel erg... als hij iets over iemand twitterde, dan werd hij vervolgens ook, moest hij ook eigenlijk onderduiken, die persoon. Dus dat, dat,
Aan de andere kant is dat natuurlijk weer ook een ingewikkeld en ingrijpend en vanwege vrijheid van meningsuiting. Daar zijn zeker. En andere dingen is bijvoorbeeld een paar jaar geleden is de lengte die een tweet mag hebben verdubbeld. En dat was ook vanuit Twitter, en dat was natuurlijk ook daarvoor onderzoek naar gedaan, met het idee dat je dan meer ruimte had voor enige nuance, omdat het natuurlijk die hele korte boodschappen ook het polariserende effect in de hand werken. Ja, leuk dat we nu in 280 tekens de wetenschap mogen uitdragen. Maar dat schiet natuurlijk nog steeds niet op. Hè? Dat is zo. Dat is absoluut waar. En het is, ja. Je zegt, moet je het dan helemaal niet doen. Nou ja, dat vind ik ook niet nou zo gezegd. Maar er is toch een andere mogelijkheid bij Twitter, die veel wetenschappers gebruiken, Sarah trouwens ook, is dat je een korte quote doet, maar en vervolgens linkt naar een artikel. Precies. En dan zegt, nou, lees daar maar verder. En dat vind ik een hele nuttige. En dat ook overigens een van die andere schoolpleintjes, waar je vaak alleen met wetenschappers staat. En daar heb je gewoon een normaal gesprek. Dus het idee dat Twitter alleen maar, laat ik zeggen, dat afvalputje is, dat ligt ontzettend aan wie je volgt, waar je mee bemoeit, et cetera. Ja, op dat laatste punt, Leo, heb ik een vraag hier van Nicolaas Vroom. En dat is toch wel interessant. Hij is gericht aan Peter Paul, maar eigenlijk wil ik hem wat breder trekken. Is het niet zo, vraagt Nicolaas, dat het begrip vrijheid veel meer een alfa-probleem is dan een beta-probleem? Ik heb het gevoel dat vele begrippen die men gebruikt, vooral door de alfa, niet heel duidelijk zijn. Bijvoorbeeld populisme, racisme, links, rechts, zelfs common sense. Ik kijk ook even naar Leo. Je zei het straks al, Leo. Ja, ik zit midden in die stormen, omdat dit gaat over maatschappelijke problemen. Is het zo dat beta's hier minder last... Nu doe ik het even heel gechargeerd, deze vraag, maar hebben beta's minder last van dit soort intimidatievraagstukken dan alfa's? Het hangt niet van beta of alfa af, het hangt van het onderwerp af. Kijk, klimaatwetenschappers bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk, ik denk dat dat de eerste groep is die zwaar onder vuur is genomen. Niet omdat mensen... snappen wat ze doen, maar omdat ze gewoon de boodschap die ze uitzenden hen niet bevalt. Hetzelfde geldt, hebben we natuurlijk bij corona gezien, virologen, die worden ook volop, en zeker door complotdenkers. Dus ik denk, het hangt veel meer van het onderwerp af dan van de tak van wetenschap waar het om gaat. Ik zeg hem ook even aan jou. Ja, het is exact wat ik wou zeggen. Kijk eens naar Mark van Ranst. Kijk eens naar Jaap van Dissel, wat die om zich heen hebben gekregen. Dat zijn geen alfa's. Het hangt inderdaad af van het onderwerp. Het hangt ook af van de ruimte die mensen, denk ik, voelen om invloed uit te oefenen. Ik denk, bij het virus is het ook een symptoom van machteloosheid, denk ik. Mensen zien eigenlijk geen andere uitweg dan de boodschapper aan te klagen, als het ware. En te denken, nou, dat kan toch niet echt waar zijn? Dus ik denk dat op het moment dat we de mensen ook meer de ruimte zouden geven om te snappen hoe die wetenschap werkt, dat je ze dan meeneemt in die wetenschappelijke kennis. Dat is voor alfa net zozeer als voor beta, misschien voor beta nog wel meer. Hè? Want ten aanzien van de beta-wetenschappen voelen mensen zich misschien nogal machteloos. Dus denk, ja, dat is absoluut de onfeilbare waarheid. Dat komt uit een laboratorium of zo. Dus ik denk dat voor alle vakgebieden op eigen manier geldt. En dat de kern is hoeveel invloed voelen mensen dat ze hebben op de problemen die aangekaart worden door die wetenschappers. Ja. Ik kom nog even terug op een punt wat vooral Leo in zijn laatste stukje heeft aangekaart. En dat is de met name vrouwen en Sarah noemde ook jonge wetenschappers die met name in het centrum van de shitstorms staan. En ik wil daarna ook even aan Marcel vragen hoe dat zit bij de journalistiek. Ineke en Sarah, welke rol hebben... misschien moet ik het anders formuleren. Op welke manier hebben vrouwen met name last van deze intimidatietechnieken? Dat is heel persoonlijk, maar geldt dat ook voor vrouwen in de wetenschap in het algemeen? En in hoeverre kunnen jullie dat linken aan de absolute positie of de minderheidspositie van vrouwen in de wetenschap? Ineke, zou jij daar wat over willen zeggen? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk, waar je met vrouwen, wat je daar ziet gebeuren, is dat alle genderstereotypen waar we sowieso mee worstelen in onze maatschappij, dat je die ook op deze problematiek geprojecteerd ziet. Dus vrouwen worden op dat moment eigenlijk ontdaan van alle
kwalificaties en alle moeite die ze gedaan hebben om zich kennis te verwerven en expertise. Dat wordt allemaal weggestript en het enige wat overblijft is een vrouw die iets heeft gezegd in het openbaar. En zij worden dus op een buitengewoon grove manier tot zwijgen gebracht, althans dat is de poging. En dat betekent dat er geseksualiseerde opmerkingen worden gemaakt, dat er gedreigd wordt met seksueel geweld. En dat je dus al helemaal niet meer als wetenschapper aangevallen wordt, maar puur op je vrouw zijn. Dat is de extra dimensie die je daar aantreft. Je ziet hetzelfde bij people of color. Dus daar, en als dat ook nog een vrouw is, dan verdubbelt die intersectionaliteit nog eens wat ze over zich heen krijgt. Dus je ziet dat daar problemen die we sowieso nog in onze samenleving hebben, met gelijkwaardigheid van de geslachten en gelijkwaardigheid op andere gebieden, dat nog eens extra verhevigt wat er hier gebeurt in die intimidatiekwestie. Ja, Marcel, geldt dat ook voor vrouwelijke journalisten, vroeg ik mij af. Ja, ik denk in grote lijn wel een beetje hetzelfde geldt, zeker op sociale media. Vrouw zijn kan ook wel voordelen hebben, met name bij grote publieksmanifestaties. Daar sturen wij standaard bewaking mee. En soms kan het heel goed zijn om juist een vrouwelijke verslaggever te sturen, omdat die daar toch minder agressie oproept en eerder kan ontwapenen. Dus die kant is er ook, maar in het algemeen speelt het bij ons ook wel toch, denk ik, wel vooral gaat om, jij bent NOS, dus jij moet nu opblazen. Ja. Die je ook bent, ook in deze toon en deze terminologie. En als jij nu niet opblazen, dan slaan we je hier weg. Het merk NOS is hier toch nog een grotere trekker, denk ik. Ja. Oké, we gaan zo langzamerhand naar een afronding van het debat. Ik zie nog wel een groot aantal vragen in de Q&A staan. En die kunnen we vanavond niet allemaal beantwoorden. Maar ik weet zeker dat als u de naam heeft opgegeven van degene aan wie u dat de vraag wil stellen, kunnen we die ongetwijfeld nog doorspelen en kunt u eventueel ook persoonlijk een antwoord krijgen. Ik wil graag aan ieder van jullie even heel kort in één zinnetje het laatste woord geven. En dat gaat vooral over de toekomst. Wat zien jullie als de belangrijkste les die we als wetenschappers, CQ-journalisten, welke les moeten wij ons ter harte nemen als het gaat over het verbeteren van dit probleem? Wat moeten wij ons als eerste aantrekken en waar moeten we het hardst aan gaan werken? Ineke, mag ik met jou beginnen? Ja, het is ongetwijfeld solidariteit. Dus het feit dat dit probleem nu op tafel ligt, dat we uitspreken als wetenschappers, dat we elkaar hierin willen steunen en ons niet willen laten wegjagen uit dat openbare debat. Ik denk dat dat een heel belangrijke winst is van de discussie van de afgelopen tijd. Dat is een heel mooi iets om mee te geven. Peter Paul, wat zijn jouw famous last words? Wetenschappelijk burgerschap. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is. Zowel voor de wetenschappers zelf, om hun maatschappelijke rol op een goede manier in te richten, zich daarin gesteund te voelen, ervaringen uit te wisselen, intervisie te hebben, maar ook van de maatschappij zelf om met wetenschap om te leren gaan. Heel mooi. Sarah, wat zou jouw belangrijkste les zijn die je voor de toekomst aan ons wil meegeven? Ja, ik denk dat we de infrastructuur voor klachten, problemen rondom intimidatie en zo in het bijzonder echt moeten herevalueren, gezien de rol die sociale media daarin krijgen. En ik benadruk nog een keer, ik vind dat ook het initiatief daarin van boven moet komen, van bestuurders. Ja, heel duidelijk. Marcel, wat is jouw wijze les voor de toekomst? Ja, ik zou zeggen, misschien kunnen jullie mee profiteren van de ervaringen die we met Persveilig hebben. Als ik daar op een ander moment nog wat over kan vertellen, wat vragen kan beantwoorden, doe ik dat graag. Maar ik zou toch ook zeggen, denk vooral toch ook na over je communicatie. Dat kan je anders verwachten van mij, met mijn vak en mijn achtergrond. Maar wetenschappers hebben, logisch, en dat moet ook vooral, natuurlijk heel snel over inhoud, maar denk toch heel erg na over waar je je begeeft en wie je daar bereikt en wie je niet bereikt. En hoe je omgaat met onprettige dingen die dan gebeuren. En onderschat niet het grote belang daarvan naast de wetenschappelijke inhoud zelf. Zeker, heel goede wijze les. Leo, heb jij nog een laatste
woorden voor ons. Ja, daar kan ik allemaal niet tegenop natuurlijk. Maar ik denk dat we na moeten denken om jonge wetenschappers, laat ik zeggen, omgaan met media in zijn algemeenheid. Een structureel onderdeel moet zijn van de opleiding van jonge wetenschappers. En dat is iets, nu is het allemaal hapsnap, en één doet maar wat, en ander doet maar wat. We hebben nog niet goed nagedacht als institutie. Kijk, we leren jonge wetenschappers van alles, maar we leren dit, heb ik nooit geleerd. Door schade en schande leer je dat. Dus volgens mij in de graduate schools, waar allerlei, zeker promovendi die later doorstromen, althans een aantal daarvan, in de wetenschap. Daar zou dat een heel goed onderdeel in kunnen zijn van de do's en don'ts van hoe om te gaan met media en hoe je eigen onderzoek onder een breder publiek verspreidt. En ik denk, dan breid je mensen in ieder geval daarop voor en dan kunnen ook mensen ook kiezen dat zeggen, ja, nou als het zo moet, dan doe ik dat gewoon niet. Nou, dat kan een hele goede keuze zijn. Nou, je hebt eigenlijk zonder dat je het wist, een antwoord gegeven op de vraag van Kati Digan, die precies hierover ging. Kijk, daar wil ik het even op wijzen. Ik denk dat dat een mooie manier is om af te sluiten, dit webinar. Naar de toekomst toe moeten we vooral ook mensen beter voorbereiden op dit probleem. Intimidatie komt niet uit de lucht vallen. Ik denk dat we er allemaal zeer van bewust moeten zijn dat dit speelt. Ik vind solidariteit ook een heel belangrijk uitgangspunt hierin. En zoals we vandaag hebben gezien, kunnen wij als professionele sectoren ook van elkaar leren in wat het betekent om die vrijheid in de samenleving ook nadrukkelijk te beschermen en in verschillende professionele, in de beroepsgroepen ook echt te verankeren. Ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk danken voor jullie rol in deze discussie. Ineke, Peter Paul, Sarah, Leo, Marcel, ontzettend bedankt voor jullie wijze woorden en vooral voor het delen van jullie ervaringen, voor jullie moed om dat te doen, wil ik nogmaals benadrukken. En natuurlijk is dit niet het laatste woord wat hierover gezegd is. Ik weet zeker dat de KNW hier ook in de komende jaar weer wat aandacht aan gaat besteden. En ik wens de commissie van Peter Paul heel veel succes met het verder verankeren van deze wijze lessen in hun adviezen. Dank u wel voor het luisteren, dank u wel voor het kijken. En natuurlijk kunt u reacties altijd naar het adres van de KNW sturen. Dank u wel en tot een volgende keer.